Het Communicatiecongres 2020 staat dit jaar volledig in het teken van de komende verkiezingen en fungeert als verbindende factor tussen de burger en de politiek. Het thema van het congres is Politieke Communicatie Werkt. Het derde communicatiecongres wordt gehouden op 23 en 24 april. Er zullen seminars, workshops en trainingen verzorgd worden over politieke communicatie, overheidscommunicatie, burgerparticipatie en communicatie en leiderschap. Verder staan op het programma een live persconferentie van de deelnemende politieke partijen aan de verkiezingen 2020, een politiek debat, een politieke beurs en de lancering van de stemwijzer voor de komende verkiezingen. De stemwijzer zal thema's behandelen die informatie verschaffen over maatschappelijke vraagstukken in ons land. Het doel van het Communicatiecongres 2020 is het faciliteren van de politieke discussies en het enthousiasmeren van de burgers om actief bij te dragen aan de ontwikkeling van ons land. De hoofdorganisator is het Centrum voor Communicatie en Public Relations, CCPR. De meeste politieke partijen hebben intussen gereageerd op de brief van het CCPR. Organisaties kunnen middels een showcase hun producten en diensten presenteren en deelnemen aan diverse activiteiten in aanloop naar het Communicatiecongres 2020.